En ze gaan twee nummers voor ons spelen. En tussendoor kan het zijn dat ik je even vraag hoe het allemaal zo met je gaat en wat voor muzikale dingen je allemaal doet. Is goed. Sophie. Ah, ja. Hoi, ik ben Sophie en ik woon net als veel van jullie hier in de buurt. En ik schrijf mijn eigen liedjes en dit is een van mijn liedjes. Ik ga mijn eigen liedje zingen en ook een liedje van Adele, Someone Like You. En eerst het liedje van mezelf en het heet De Lente. Tweede nummer erachteraan te doen. Ja, nou, stel maar een vraag. Ik heb stel een vraag. Jij schrijft je liedjes zelf ook je teksten? Ja. Wauw. Een melodie. Je speelt ook net zo makkelijk viool, hoorde ik net van je. Ja, ik speel nu 9 jaar viool. En ik krijg ook klassiek zangles. En ja, ik zing ook wel klassieke liedjes. Daar krijg ik ook les in. Maar ik vind het ook heel leuk om gewoon... Ik heb ook muziekles op school en daar verdiep ik me veel in. En dan probeer ik mijn eigen liedje op de piano te schrijven. En dat vind ik heel leuk om te doen. Nou, dat gaat je erg goed af, moet je eerlijk zeggen. Ja, ik ben helemaal bijgekomen weer. Weet je, zo'n vraag, dat helpt even om het in je op te nemen. Sophie, je gaat nog een nummer spelen. Is dat een favoriet van je? Ben je fan van Adele? Nou, niet per se, maar ik vind haar liedjes meestal wel heel erg mooi. Die stem, die hangt ook zo mooi in de wereld, hè? Ja, klinkt vol en mooi. Ja, zit zo'n lekker braampje ook aan. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd wat je van Adele gaat maken. Laat het maar zo zeggen. Succes. Nou, dankjewel. Hier komt Adele van
Nee, Someone Like You van Adele.